Het kabinet van de vicepresident, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Stichting Waterforum Suriname hebben vandaag een aanvang gemaakt met een serie seminars over waterbeheer in ons land. Het doel van deze seminars is om de awareness en het belang over waterbeheer te verhogen, om zodoende te komen tot een integraal waterbeheersysteem. Gedurende de seminars worden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder afval en oppervlaktewater. Volgens Raffi Patandin, bestuurslid van de Stichting Waterforum Suriname, heeft met name afvalwater consequenties voor het milieu. Afvalwater is op zich geen probleem, maar ongezuiverd afvalwater is een groot probleem. Afvalwater dat gezuiverd wordt, kan prima gebruikt worden en geloosd worden. Afvalwater dat niet gezuiverd wordt, wat dus de situatie is in Suriname op dit moment, loost uiteindelijk op de kanalen, op de rivieren. En dat kan een groot probleem zijn. We hebben al een paar slides gezien waar uiteindelijk vismilieu bijvoorbeeld daardoor wordt beïnvloed. Maar ook je drinkwaterkwaliteit, als je er ooit overgestapt wordt op oppervlaktewater, kun je dus niet meer gebruiken. En die toekomst kan gebeuren als men nu niks doet. Volgens het ministerie van NH is water een natuurlijke hulpbron waarmee Suriname gezegend is. Ondanks de beschikbaarheid hiervan is het integraal waterbeheer van de natuurlijke waterbronnen nog onvoldoende ontwikkeld. Watertekorten en wateroverlast zijn enkele van de uitdagingen. Integraal waterbeheer is een basisvoorwaarde voor het duurzaam aanwenden van het beschikbare water. Met dit seminar wordt volgens het ministerie de eerste stap gelegd naar integraal waterbeheer in Suriname. De presentatie van een concreet actieplan zal uiteindelijk moeten resulteren in een stappenplan. Parandien geeft aan hoe het Waterforum denkt over landbouwpesticiden die in het grondwater terechtkomt. Het is natuurlijk niet overal kommer en kwel. We moeten natuurlijk wel een beetje realistisch blijven. We hebben bijvoorbeeld hele diepe grondwater, 80 tot 100 meter en dieper. Dat is op zich nog veilig. Daar komt geen afvalwater direct te zien. Maar je hebt ook ondiepe grondwater. Mensen die bijvoorbeeld een riool moeten aanleggen of een buis moeten aanleggen, gaan ze in diezelfde ondiepe grondwater, bovenste 2 meter, gaan ze dat water aanraken. Dan is het natuurlijk voor de gezondheid erg vervelend, want je kunt daardoor ziektes en dergelijke oplopen. Dus in zoverre is er een link met het bovengrondse gedeelte, met open wateren. Er zijn bijvoorbeeld beelden waar kinderen in het water zwemmen of lopen, terwijl er aan de ene kant gelopen wordt en aan de andere kant afvalwater geloosd wordt. En dat brengt veel gezondheidsproblemen met zich mee. Naast ook andere risico's, dat je dus je milieu verontreinigt, plantjes gaan afsterven. Nou, geen prettig milieu, leefmilieu in ieder geval. U zag en hoorde Raffi Patadin, bestuurslid van de Stichting Waterforum Suriname. We spraken hem vanmorgen in het IGSR-gebouw in verband met de start van een serie seminars over integraal waterbeheer. Hij benadrukt nog dat wij allen ervoor moeten zorgen dat afvalwater geen probleem wordt. Daarnaast moeten wij acties ondernemen om te voorkomen dat wij in een situatie geraken waarbij wij niet terug kunnen naar een gezond milieu, zoals dat het geval is in andere landen.